Ik ben Lynn en dit zijn mijn vriendinnen Tex en Maud. En samen gaan wij op culinaire ontdekkingstocht in 5 Vlaamse steden. Diest, Antwerpen, Gent, Knokken en Hasselt. Bartender Tess ontdekt als enige echte cocktail-expert de lekkerste drankjes en shakes ze ook zelf bij elkaar. Maud gaat als tafelstyliste op zoek naar de interieurhotspots en dekt de mooiste tafels. Ik proef alles wat lekker is en maak uiteraard ook zelf een heerlijk hapje eten. Dit is Foodies and the City. Woehoe! Cheers! Er wonen ongeveer 80.000 mensen in Hasselt, waardoor het meteen de kleinste provinciehoofdstad van Vlaanderen is. Klein, maar zeker niet minder, want hier valt flink te shoppen en heel wat te proeven, heb ik me laten vertellen. En mijn Brabantse hart houdt wel van dat sappige Limburgse accent. Onze lieve Vrouwenstraat. Slevreustraat. Oostraat. Oostraat? Oostraat. Zoiets. Dit hier zijn Hendrik en Katrien en zij beelden de Hasseltse jeugd uit. Sommige mensen zeggen dat dit de eerste inwoners van Hasselt zijn. Ik betwijfel het. Volgens mij zitten ze hier gewoon lekker mensen te kijken. Dat vinden we allemaal heerlijk, toch? Wat denken jullie ervan, jongens? Gaan we Maud en Tess eens opzoeken? Want vandaag gaan we Hasselt culinair verkennen. Oh, daar is ze, kom. Kijk ze nou! Hey, lieverd! Hey, vrouwtjes! Hallo, lieverd! Hallo, hallo! Ik ga toch even... Ben jij nog nuchter? Nog Heb je jezelf kunnen inhouden? Ja. Ja, jongens, Hasselt. Ja, dan moeten we natuurlijk naar het Genevermuseum. Ja, inderdaad. Zullen we? Ja, ik heb dorst. Maar het is, hoe laat is het? Is het toch 11 uur nippen, geweest? Nippen. Okay. Hey, Maarten! Hoi! Hey, hoe is het? Goed. Goed weer te zien. Wat ben je aan het maken? We zijn nu moutwijn aan het maken. Dat is de basis van de jenever. De moutwijn is een granendestillaat. Dus we mengen granen met water. We gaan die verhitten om suikers vrij te maken. Daar voegen we een beetje gist aan toe. En de gist zorgt voor alcohol. En die alcohol gaan we dan op deze installatie 2 keer destilleren. Om dan moutwijn te krijgen van ongeveer 67%. En daar gaan we dan nog botanicals, kruiden aan toevoegen. Om een mooie Hasseltse jenever te krijgen. Dit, die moutwijn, dus dat is van granen gemaakt. Als je hier zou stoppen, dus niet meer die botanicals zou toevoegen... en je legt het op houten vaten, dan krijg je eigenlijk gewoon whisky. Maar stop je daar die botanicals bij, dan krijg je jenever. En heb je juist niet die granen als basis... maar heb je gewoon neutrale alcohol met die botanicals, dan heb je gin. Dus jenever heeft eigenlijk de complexiteit van beide... en dat maakt het zo'n ontzettend leuk en gevarieerd product. Dus het is een hele goede basis... om heel veel verschillende cocktails mee te shaken. Ja. Misschien een stomme vraag, hoor, maar wat is dat getik wat ik hoor? Oh ja, de installatie werkt echt 19e eeuws op stoom. Dus we hebben een stoomgenerator en die stuurt stoom door de leidingen. En dat zijn terugslagklepjes die zorgen dat het water niet terugloopt naar de installatie. Dus dat het stoom blijft. Oké. Heb je iets wat we kunnen proeven, ruiken? Jullie kunnen me misschien eerst helpen met het begin, het beslag maken. Wij kunnen me helpen. Kom maar mee. Dus hier gaan we het graan storten. Okay. Ik heb hier een zak graan voor jou. Oei, jeetje. Wat zit hier allemaal in? Dit is gerstemout. En die mag je heel voor zich, heel rustig aan in het gat daarin eten. Nou, ja, dat snap ik. Go, Tess. Je moet zien werken. Nou, gaat goed, Tess. We zien jou graag werken zo. Het graan komt beneden in de beslagkuip uit. Gemengd met water gaan we het opkoken en zorgen dat de suikers die in het graan zitten vrijkomen. Oké. Zo. Dit is ons graanbeslag. We hebben alle suiker uit het graan proberen te krijgen. En dit is een heel zoet, alcoholvrij drankje. Kunnen we het proeven? Jazeker. Ja.
Speciaal. Speciaal, speciaal. Dat is nooit echt positief. Ja, pannenkoekenbeslag zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Maar ik denk dat je hier geen pannenkoek mee kan bakken. En wat is dan de volgende stap in het proces? Dus hier gaan we nog gist aan toevoegen. En dat gaan we 72 uur laten gisten. Tot we ongeveer 6% alcohol hebben in het beslag. Ja, top. Laat maar zien. Ja, benieuwd. Mee. Oh, wauw. Het bubbelt ook helemaal. Ja, dat is de gist die aan het werk is. Ja. De gist is levend. Oh, wauw. Maar dit ruikt gewoon naar bier. Ja, dus, hetzelfde principe als bier. Ja. De gist zet de suiker in het graanbeslag om naar alcohol. Maar er moeten ook nog botanicals bij. Heb je daar iets wat we kunnen proeven, ruiken? Ja. Oeh, allemaal spannende flesjes. Ik zou zeggen, ga je gang en probeer het te raden. Jongens, ik heb stiekem al gezien wat dit is, maar ik weet niet of... Eens kijken of jij het kan ruiken. Meer? Zal ik hem verklappen? Is het grapefruit? Fruit? Nee, je zit in die citrushoek, maar dit is het ja, niet. Oh, wat dan? Het is karwijzaad. Oh, dat had ik nooit geraden. Maar deze wel, Lin. Dit vind jij heel lekker. Van hier keihard op de mand, hè? Ja, van de toetjes. Dit ruik jij. Dit is vanille. Toch? Ja, inderdaad. Ja, ik vind dit echt helemaal geweldig. Jongens, we gaan even een selfie maken. Oh ja, leuk. Even met die... Kom Maarten, je hoort er ook Maarten bij. Maarten er ook in. Onze nieuwe bestie. En nou heb ik dorst. We gaan iets drinken. Dan zullen we gaan proeven, ja. Dit is onze standaard oude Hasseltje jenever. Dit is onze belegen jenever. Minstens 8 jaar op eikenhouten vat. En deze is een unieke. Deze is 100% moutwijn. Dus hier zit enkel moutwijn in en die andere zit ook nog neutrale alcohol. Ja, begin jij maar, hè? Ik ga eerst gewoon even neuzen. Neuzen. Klinkt heel gezellig. Een beetje ruiken. Het belangrijke is ook, we hebben alleen oude jenever. Jong en oud heeft niks met leeftijd te maken, maar de hoeveelheid moutwijn. Dus een jonge jenever zit 1,5 tot 15% moutwijn. Een oude jenever zit 15% moutwijn of meer. Oké. Okay. Jong en oud heeft te maken met het recept van de jenever. Dus jonge jenever is een recept van na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. En oude is van voor de Wereldoorlog. Ah, oké. Okay. Proost, jongens. Proost. Dank je wel, Maarten. Ja, wel. Ja. Nou, goed begin van de dag is dit. Ja, heerlijk. Maar ik heb wel inspiratie. Ik steel graag straks een flesje van deze en deze. Ga ik daar vanavond een heerlijke cocktail mee maken? Nou, dan is het een jenevercheck. Ik ga zo meteen nog Hasselt in om een ander typisch product uit te testen... waar ik vanavond ook eens mee ga koken. En ik neem jou mee, want toevallig weet ik dat jij op een gedekte tafel... meer houdt van kaarsen dan van bloemen. Maar ik ga jou van het tegendeel bewijzen. Okay. Want er zit een superleuk concept hier in Hasselt. Het heet de Bloemencowboy. Hoe cool is die naam? En ik neem jou mee. Oh, ik ben heel benieuwd. Let's go. Oeh, daar zit hij. Wauw. Hey, hey. Hey, goedemiddag. Hi. Mark One and only Bloemencowboy. Hi. Hi. Hallo. Wat prachtig hier. Welkom in de tulpentuin. Maar allereerst, wat een fantastische naam. Dank je. Hoe kom je bij de bloemencowboy? Tja, het is niet dat ik in het Wilde Westen ligt. Ah, ja. Maar ik denk eerder dat ik een wilde bloementuin heb. Ah, ja. De wildernis. Laat ik een beetje in gang gaan. Ja. En ik zie alleen maar tulpen. Ja, dat is onze eerste teelt. Onze eerste teelt zijn tulpen van 1 april tot 1 mei. En nadien gaan we over naar de voorjaarsbloemen en dan gaan we naar de zomerbloemen. Oké, dus ieder seizoen zijn eigen bloemen. Ja. Hey, en wat een mooie kleurencombinatie. Ik zie echt hele speciale tulpen. Ja, ik zie deze niet bij de lokale bloemist. Het is wel echt heel mooi. En ze hebben namen. Bedenk jij zelf? Of ja, de meeste bloemen hebben wel een naam, al moet ik soms zeggen dat die niet zo sexy zijn. Ik heb een eigen bloem, het is niet zo'n mooie naam, die paarse daarachter. Ik noem die de eyeliner. De eyeliner? Hey, ik zie hier echt hele mooie kleuren. Ik vind dit echt een ontzettend mooie. Een hele mooie, hè? Dat is een koraal. Dat is een koraalkleur. Het is ook een lelietulp die zo'n beetje die vorm aan heeft. Het is een vroege bloem en heeft ook een beetje een geur. Dat vind ik wel heel speciaal. Ja, ik rook het al. Ja, de meeste tulpen hebben geen geur. Maar de veredelaar heeft in zijn roze tulpen het gen met geur ingekweekt. Wauw. Dus, ja, dat is heel erg aan perzik denken, maar dat is misschien ook gewoon een beetje de kleur. En mensen mogen hier komen kijken, mogen ze bloemen plukken? Ja, ik werk eigenlijk het meest met het abonnementensysteem.
Dus mensen gaan op voorhand aan mij een abonnement bestellen. Dan weet ik hoeveel bloemen ik moet indoen, hoeveel bloemen ik moet voorop zaaien voor in de zomer. En dat is voor mij het gemakkelijkste systeem. Ik denk ook dat een plukboeket meer is dan alleen wat bloemen in een vaas. Ik denk dat de beleving ook een deel daarvan is. Absoluut. Naar het veld komen, komen knippen, kiezen. Je gaat het zelfs ervaren. Hè. Welke tulp ga ik wel nemen, welke tulp niet? Nou, ik zat te denken aan een tafel met roze accenten. Dus ik denk dat dit wel goed gaat komen hier. Met wat mooie roze tulpen. Ik heb er zin in. Laten we maar eens losgaan dan. Die geur hier, wat ruikt hier ontzettend lekker. Jij bent denk ik de bakkersdochter. Ja, klopt. En jij runt deze bakkerij samen met je vader. Ja, klopt. Al 6 jaar. Te gek. En ik heb vernomen dat ik hier authentiek Hasselts speculaas kan proeven. Ja, die hebben we. Je kan eens kijken. Oh ja, hier liggen ze. Ja, allemaal verschillende smaken en soorten. Mm-hmm. Nou, ik ben ook heel erg benieuwd hoe jullie het maken. Ja, ja? Hij is bezig denk ik, dus kom maar eens kijken. Super. Kijk, hallo Sjaak. Hallo Lin. Wat ontzettend leuk. Je dochter heeft me gestuurd om hier een kijkje in de keuken te nemen. Je bent al bezig met het maken van de Hasselse speculaas, zie ik. We bakken 2 tot 3 maal per dag verse speculaas. Dus dat is hier continu... Ik ben op het goede adres volgens mij. Ik hoop het. Kun je mij iets vertellen over jouw passie voor speculaas? Goh, passie voor speculaas. Het is eigenlijk meer echt een algemene passie voor bakken. Maar speculaas en Hasselt, dat gaat natuurlijk hand in hand. Hè. Ja, hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat is al van in de jaren 1830 dat er al sprake is van speculaas in Hasselt. Toen men van de resten van de Geneverstokers, dat was een suikermassa, een afvalproduct. Ja. En daar zijn ze voedzame koeken gaan van bakken. Okay. Niet alleen om het lekker te maken, maar omdat het voedsel was en dat diende voor de legers, voor soldaten. Okay. Dus krachtvoer. Krachtvoer, inderdaad. En nadien zijn ze dat gaan verfijnen met honing, met kruiden, met rijstmiddel, met boter. En werken jullie met een geheim recept? Ja, geheim recept. Ik denk het grootste geheim is de ervaring. Oké. Dus heel veel. Volgend jaar ben ik 50 jaar speculaasbakker. Of kan ik zo 50 jaar al speculaasbakken? Geweldig zeg. Ik wil eigenlijk wel een beetje meehelpen als dat mag. Ik ga ze een beetje verdelen voor u en dan mocht jij ze vormen en op de plaat leggen. Ja. Kun je dit ook rauw eten al? Dat kan, ja. Ja, dat is al meteen super lekker. Is het zo lekker? Ja. Dat is goed voor de armspieren. Ja, ik merk het. Het is flink buffelen hier. Want hoeveel speculaas maak je per dag? Ja, toch gemiddeld 1000 per dag. Hè? 1000? Ja. En dat gaat hier allemaal door jouw eigen handen heen? Dat gaat helemaal door onze handen heen. Zo. Alles met de hand gemaakt. Wauw. Wat maakt de Hasseltse speculaas nou echt Hasseltse speculaas? Ja, vooral, dan spreken we van speculaas en speculoos. Daar zit een groot verschil. Speculoosjes, dat zijn die bruine, krokante koekjes. Ja. Hasseltse speculaas is krokant van buiten en zacht van binnen. Ah, een beetje chewy nog. Chewy, ja. Oh ja, ik snap wat je bedoelt. Inderdaad, zacht van binnen. En je voelt dat ze zacht zijn van binnen. Oh, dit ruikt ook heerlijk. Nou, daar gaan we. Dat is het. Heerlijk. Echt heel erg lekker. Dank u. Hier kan ik wel eens mee. Ik wil heel graag een beetje speculaas krijgen van jou, geen probleem. Van jou meenemen vanavond. We hebben voldoende in huis. Geweldig. Ik ben helemaal geïnspireerd door jou. Heerlijk. Hartstikke bedankt, hè. Graag gedaan. Doeg. Kijk, geweldig. Hier gaan ze zeker van smullen. Dank je wel, hè. I'm
Ik heb wel aardig wat zoet achter de kiezen vandaag, maar daar ga ik het niet bij laten. Want vandaag staat in het teken van dessert voor dinner. Geef toe, dat willen we allemaal, toch? En ik heb van mijn grote vriend Jacques al een zakje speculaaskruiden gekregen. Dus deze ga ik zeker verwerken in mijn dessert. Dus we gaan beginnen. Ik heb hier een kom. Hey! Hallo, meiden! Kijk eens wat wij hebben gepland vandaag. Wow, die zijn mooi, echt prachtig. Ja, dit ziet er goed uit. Van de bloemencowboy. Ja, van de cowboy. Oké, nou, ik heb ook iets voor jullie. Want ik heb dus echt authentiek Hasselts speculaas voor jullie meegenomen. Dus jullie kunnen alvast een beetje gaan knabbelen. En we hebben dessert voor dinner vandaag. Dus ja, bereid je maar vast voor. Trek alvast een broek aan die een beetje wijd zit. Oh ja, en dan, goed idee. Goed idee. Ik heb zin in. Heerlijk. Ja. Zoals ik al zei, dessert voor dinner. En ik heb in gedachten een amandelcake. Daar gaat dus een beetje van die speculaaskruiden in. Daarbovenop een rabarberkompot, want we zitten helemaal in het rabarberseizoen. Bolletje ijs erbij. En ik ga nog een kletskopje bakken. Wederom met een beetje speculaaskruiden erin. En dan denk ik dat wij een ontzettend lekkere afsluiter hebben van deze gezellige dag. Ik heb hier 3 eitjes in de kom zitten. En daar gaat 150 gram suiker bij. En dan ga ik dat eerst gewoon even luchtig mixen. Oké. Zo. Dit is de basis van de cake en daar voeg ik amandelmeel aan toe. Dit is 200 gram amandelmeel. Dan heb ik ook nog een klein beetje normale bloem, 50 gram. Zo, dat gaat erbij. Klein beetje bakpoeder, theelepeltje. Venkelzaad, niet te vergeten. Een hele lekkere anijsachtige smaakmaker. Natuurlijk een snuf zout. Als je bakt, ook zoet, dan moet je altijd een beetje zout toevoegen. En dan ga ik die even omscheppen. Oeh, nou vergeet ik bijna mijn hero, de speculaaskruiden. Die moeten er natuurlijk ook bij. Ga ik 2 theelepeltjes van bij doen. Kijk, dan kan het nu allemaal mooi gemengd worden. Dit is toch zo'n makkelijk taartje. Ik bak deze amandelcake eigenlijk het hele jaar door. En dan laat ik een beetje van het seizoen afhangen wat ik er bovenop leg. Dan ga ik nu mijn oven voor verwarmen. 160 graden. Als je taart of cakes bakt, altijd rond de 160, nooit hoger gaan. Anders gaat het veel te hard. Dan is het enige wat ik hier nu nog aan toe ga voegen, zonnebloemolie. Gaat er zo bij. En dan is mijn beslagje alweer klaar. Dat gaat echt ontzettend snel. Zo, ik ga mijn bakblik pakken. Ik heb een rond bakblikje. Je kunt eigenlijk iedere vorm gebruiken die je wilt. Bakpapiertje. Kijk. Gaat hij de oven in? Ik ga verder met de rabarberkompot. Heel simpel, heel makkelijk, heel weinig ingrediënten. Dus ik ga het even voordoen. Ik heb hier hele mooie dieproze rabarberstelen. Hoe rozer, hoe zoeter. En die chop ik gewoon in stukken. Ik ga dit alvast even hier in de pan gooien. Dan heb ik iets meer ruimte. Dan gaat er ook een klein beetje citroensap bij. Dat doe ik ook om de mooie roze kleur van de rabarber te behouden. Citroensap zorgt er natuurlijk vaak voor dat iets zijn kleur behoudt. Je doet het misschien ook al bij een guacamole, zodat het niet bruin wordt. Nou, in dit geval doe ik dat hier ook bij. Zo. En dan die bloedsinaasappel. En tenslotte dus nog wat suiker. Ja, dat doe ik altijd een beetje op gevoel. En dan ga ik dit op het vuur zetten en kort even laten pruttelen. Mijn rabarberkompot is klaar. Die schenk ik hier even in een kommetje. Dan kan hij een beetje afkoelen. Zo. En dan ga ik nu verder met die kaneelcrunch waar ik het al eerder over had. Of kletskop. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb dit dus nog nooit gemaakt, maar het lijkt mij niet heel erg ingewikkeld. En soms moet je ook gewoon iets proberen en kijken of dat lukt. Ik begin met de boter en daar gaat een beetje witte bastardsuiker bij. En wat melk. Dat giet ik er zo op. Die boter is al een klein beetje op kamertemperatuur. Dus zoals je ziet, het is best wel zacht. Dus dat werkt makkelijk.
Dan gaan nu de droge ingrediënten erbij. Weer een beetje zout. Weer een klein beetje van die speculaaskruiden die ik vanmiddag heb gekregen. Beetje amandelmeel. Ik had het toch nog openstaan van mijn cake. Dus dat kan ik ook mooi verwerken. Dan ga ik dit weer even mengen. En dan voeg ik zo meteen nog een beetje bloem toe en dan is het deegje klaar. Zo. Ik denk dat ik het laatste beetje met mijn handen ga doen. Easy. Nu is alles mooi gemengd. En ik ga eigenlijk een soort van knikkertjes rollen van het deeg. Dit gaat ontzettend uitlopen. Dus ik zorg dat ze genoeg ruimte hebben op de bakplaat. Zo. Hoe gaat het hier? Is het al klaar? Ja, het gaat goed. Ja? Ik heb net de laatste hand aan de voorbereidingen gelegd. Dus jij mag iets lekkers gaan shaken. En ik mag zeker opruimen. Nee, dat gaan we nog even samen doen. We zijn tenslotte besties, hè? Ja, absoluut. Ja. Nou, ik ben echt verliefd op de bloemen die wij vanmiddag hebben geplukt bij de Bloemencowboy. Ik vind ze echt prachtig. En wat je kunt doen met die bloemen is in een grote mooie vaas zetten. Geweldig. Alleen op een gedekte tafel ben ik meer fan van kleine vaasjes. Ook makkelijker, je kan makkelijker naar mensen tegenover je kijken. Pak wat je in je kast hebt staan, maakt eigenlijk niet uit. Alleen probeer te variëren in hoogtes. Dat geeft een speels effect. Hoeft niet te braaf. Juist een speels effect is heel gezellig aan tafel. Zo. Succes, hè? Dankjewel. Zal ik jou komen helpen? Oh, ja, dat kan je nooit zo vragen. Nou, hier word ik dus echt heel erg gelukkig van. Lekker cocktails maken met jenever. Nou, we hebben een heerlijke jenever van het Jenevermuseum meegenomen. En ook een echte oud-Hollandse liqueur. Goudwater, ook wel bekend als bruidstranen. Daarvan gaan we samen een heerlijk drankje maken die, denk ik, toch wel heel goed samengaat met het dessertgerecht van Lynn. Maar voordat we daarmee beginnen, moeten we eerst een siroopje maken. En dat is eigenlijk zo gepiept. Wat je nodig hebt is een beetje suiker. Wat je wil bij elke siroop die je maakt voor cocktails, is eigenlijk altijd twee delen suiker op één deel vloeistof. In dit geval is de vloeistof heel simpel wat water. Maar we maken een lekker kruidensiroopje die heel goed samengaat met die speculaas en die gerijpte houtgelagerde jenever. Dus ik ga er een beetje kaneel bij doen. Dan wat steranijs. En dan gaat die op het vuur. Ik hou van lager. Ja. Dus wat gaan we doen? Ik heb placemats, ik heb borden, ik heb een mooie schaal voor jouw gerechtje. Dus we gaan de tafel mooi afmaken, de bloemen erop en kunnen eten. Geweldig. De placemats. Yes. Mooi. Wel zo. Ik vind het helemaal gezellig. Deze zijn echt geweldig. Rood en rood, ja, en rood. Ja, ik zie het. Roze, roze, roze. De kleinste details maken een mooie tafel. En dan denk ik dat hij er klaar voor is. Ruikt al ontzettend lekker. Maar hij is nog warm. En vind je dat nou spannend om dan iets warms in een glazen karaf in dit geval te schenken? Maar bijvoorbeeld, denk ook aan thee of iets dergelijks. Wat je kan doen is gewoon een metalen lepel erin zetten. Dan gaat de hitte meteen in het metaal zitten. Want dat glijdt beter dan glas. Dan kan dat, dan gaat het niet in het glas zitten en dan klapt je glas nooit. Dus dat is een lifehack van mij. Door een klein zeefje, zodat de kaneel en de sterrenijs er niet in komen en een heerlijke heldere siroop hebben. Nou, we gingen een heerlijke cocktail maken met jenever. Dus wat gaat erin? Je raadt het al. Deze handgelagerde oude jenever van het Jenevermuseum. Ik gebruik een flinke dosis. 60 milliliter. Zo. Het is namelijk een variant op een klassieker, de Collins. Maar we maken hem iets kruidiger en iets spicier. Nou, dan gaat er wat goudwater in. En ik schud hem even, zodat jullie ook kunnen zien thuis dat het echt een mooie goudblaadjes heeft. Daar doen we 10 milliliter van in.
Nou, dat gaat weer super lekker met die sterrenijs die in onze siroop zit. En ook daarvan gebruik ik 10 milliliter. En dan nog voor een beetje een frisse touch wat citroensap. Pers het gewoon zo eventjes snel vers uit. En we willen 30 milliliter per cocktail. Nou, maar gewoon allemaal lekker bij elkaar. En dan gaat het ijs in. Nou, dan gaan we lekker shaken. Hard schudden. Zo. Ja, dit wordt helemaal goed. Zo. Nou, je denkt, leuk Tess, zo'n half glas. Maar er komt nog wat anders bij en dat is gingerbeer. Gingerbeer is een beetje het, ja, het pittige broertje of zusje van ginger ale. Heeft wat meer spice, is wat pittiger van de gember. Schenk ik er gewoon bovenop. Nou, dan roeren we hem nog even goed door, zodat alle smaken mooi mengen. Als garnering, gewoon lekker een schijfje citroen. En voor de geur erbij ook nog een mooie sterrenijs. En dat is natuurlijk wel leuk als hij heel mooi heel is. Gelukkig had ik hij. Dat is hem, jongens. Proost. Zo, die vaasjes. Zet er nou geen 4 neer. 3 is genoeg. Oneven werkt altijd supergoed qua accessoires op tafel. Oké, okay, ziet er super mooi uit. Leuk, maar he? Ik heb die borden wel nodig. Ja, sorry. Nou, dan gaan we weer. Ik wil mijn dessertje op gaan maken. Dus, ik ga je helpen. Ja, mag ik ze meenemen? Zeker. Amandelcake met venkelzaad, speculaas, rhabarberkompot en kaneelcrunch. Ik ben benieuwd wat de meiden ervan vinden. Daar komt ze. Kijk! Lekker, lekker. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, meiden. Nou, het ziet er in ieder geval al prachtig uit. Thanks. Het ruikt heerlijk. Zo. Gaan we cheersen? Ja, cheers, jongens. Wat proosten we op? Hasselt, Jenever? Hasselt. Ja. Ik vond het een heerlijke dag. Ik vond het ook echt heel gezellig met jullie. Proost. Cheers. Proost. Heel heerlijk. Super lekker. Ja? Mm-hmm. Mm. You like it? Nou, dat maakt mij heel blij. Wat vonden jullie van Hasselt? Ik had eigenlijk helemaal niet zo'n beeld bij Hasselt, moet ik zeggen. Maar na vandaag ben ik echt positief verrast. Wat je hier allemaal kunt proeven en kunt doen. Ja. Doen we nog een keer cheersen? Ja, laten we op een geweldige dag, meiden. Was leuk. Proost, was geweldig. Op Hasselt. Op Hasselt.